Saramakaanse gemeenschap van Brownsweg en omgeving heeft gisteren een Grand Kroeto gehouden in Kroeto Osote Brownsweg. Tijdens de Kroeto is er gesproken over de perikelen rond de ontheffing van Gramang Albert Aboikoni. Op 10 oktober jongstleden is er met de regeringsdelegatie een Kroeto gehouden te Pusugruno. De volgelingen van Nase Amina, die Aboikoni niet als Gramang erkennen, hebben op deze Kroeto een petitie ingediend bij de regering met de wens voor een andere Gramang. Volgens Ivna Vrede, kapitein der Saramakaners, weten zij niet wie deze volgelingen zijn en waarom de petitie is ingediend dan ook in ontvangst is genomen. Zo mensen maar dit verrast, omdat Bofuru Saramaka nog bestaan voor een kompas, of nou een organisatie of stichting of zo. Maar we hebben wel dat we samen vertegenwoordigen in een kompas. Maar dat wil niet zeggen dat we vertegenwoordigen aan heel Saramakaanse gemeenschap. Want we hebben de doelstellingen voor een organisatie. Dat we vinden op zijn plaats dat je een petitie in. Voor zet agama, een huidige agama voor Albert Aboikoni af namens de Samaka. Toch dat hij of namens a familie a Machaulo. Want velen binnen de Machaulo weten ook niet van het bestaan van de organisatie. Dus Kotaki, er is geen contact, er is geen overleg geweest met de Saramakaanse gemeenschap als zodanig. Dus die idee, Luku, Ukona Krutuja en dit, maar uit de misnoegen. En van hieruit schreef hij de actie, een Grand Lanti voor Lucasan Morofini. Vreden zegt verder dat een Gramang niet zomaar kan worden afgezet. Er zijn heel wat procedurele en traditionele ceremonieën die daaraan voorafgaan. De volgelingen van Amina hebben in die petitie geëist dat de benoemingsresolutie van Albert Aboikoni als groot opperhoofd van de Saramakaners moet worden ingetrokken. Maar ze praten niet voor alle Saramakaners, benadrukt Vrede. Als een neurokoso, if one regeling ook komt, dan moet je donkruderi en dan omfiti. Dat one regeling komt, one wet, of al kan van een karing, of een akkoord of teken. Dat we zaptak naar een nieuwe fase we go in. Maar we ta respecten traditie voor de bigisma voor uno. En we ta horen dat de wan grama's donkba. Dat we geen respecten dat. Dus me doen een beroep. Me doen een beroep dat alle sma, alle de maron groepen. En ons sama kan wang. Me ko gi respecten naar een hoogste gezag voor uno. En dat na een grama na een kabinet. En in het bijzonder de samaka. Omdat je dan nu naar de samaka een probleem de. En if we dan, het dan splits ons refi, het dan jugu naar ons refi, dan noem een ontwikkeling of vloeien daaruit voort. En dat zal wel jammer zijn, want we hebben deskundigen genoeg, we hebben genoeg deskundigen in huis voor kan jepi die advies naar de regering die zien. Kapitein Ivna Vrede van de stam der Saramakaners. Zij sprak gisteren na de Grand Kroeto te Brownsweg. Enkele stammen van het gebied hebben hun misnoegen geuit dat volgelingen van Nase Amina een petitie hebben ingediend om de huidige Gramang Albert Aboikoni af te zetten.